In deze tweede video gaan wij verder met onze herhalingsoefening. In de vorige video hebben we al een aantal opmaakzaken gedaan. We hebben cellen gecentreerd en samengevoegd. Ik heb hier formules toegevoegd via de autosom en de andere functies die hier zijn. Kan je ook gebruiken. Op dit moment hebben we enkel de autosom gebruikt. En ik heb hier de vulgreep gebruikt om een reeks te maken van 1 tot en met 12, de maanden januari tot en met december. We gaan nu verder met de opmaak van onze tabel. Ik selecteer de gehele tabel. Ik wil van A1 tot en met G15 selecteren. Dit kan ik doen door hier in A1 te gaan staan, vervolgens de Shift-knop in te drukken om een continue selectie te maken en dan te klikken op G15. Ik heb nu de gehele tabel geselecteerd. Ik wil ervoor zorgen dat er een lijn komt rond elke cel. Die doen we via de groep lettertypen en hier krijg je te zien de randen. Je hebt verschillende mogelijkheden, waaronder dunne randen, maar ook dikke randen. Ik zie dat ik beide gebruik, maar in de eerste plaats ga ik ervoor zorgen dat alle cellen een dunne rand rond zich hebben. Ik klik gewoon op alle randen en ik zie dat dit verschijnt. Hier verschijnt mijn laatst genomen keuze. Ik zie dat er echter ook een aantal dikke randen zijn, bijvoorbeeld rond maand. Dus ik selecteer maand en ik selecteer nu de dikke rand, dikke buitenste rand. Ik zie dat dit ook gebeurt voor neerslag. Ik selecteer dit. Ik zie dat dit ook gebeurt voor deze kolom. Ik selecteer ze ook en klik dit aan. En dus hier ook onderaan voor totaal tot hier. Ik zie dat ook de gehele rand is gekozen. Ik heb hier bijvoorbeeld, als ik nu goed kijk, zie ik dat dit eigenlijk, dat ik zelf weinig heb geselecteerd. Dus ik ga dit toch nog even opnieuw doen. Dus ik wil dat niet A3 tot en met A14, maar A3 tot en met A15 één cel wordt. Dus ik selecteer de cellen. En vervolgens ga ik opnieuw klikken op samenvoegen en centreren, waardoor eigenlijk mijn samenvoeging ongedaan zal gemaakt worden. Ik klik hierop, voilà. En ik klik hier nu nogmaals op en dan zie ik dat dus alles geselecteerd, samengevoegd en gecentreerd wordt. Ik wil nog even ook een dikke rand rond de gehele tabel doen en ik selecteer deze en klik op de dikke rand. Oké. Vervolgens gaan we wat opmaak doen. Ik zie dat deze kolommen hier in het geel zijn, dus ik kan die door gewoon manueel te selecteren. Voilà. Ik kan nu de jaartallen selecteren via een discontinue selectie door nu de controltoets in te houden. Ik druk op Ctrl en ik klik de cellen en ik sleep ze, degene die ik wil selecteren. Voilà. Nu heb ik dus een selectie gemaakt, een combinatie van een continue selectie en een discontinue selectie. En ik heb onder lettertypen ook hier de opvulling en die staat inderdaad geel. Ik kan ook een andere kleur kiezen, maar ik kies voor geel. Voilà. Ik zie dat ook de titels nog in een vette rand staan, dus dit ga ik ook nog even toevoegen. Voilà. Vervolgens kan ik deze cijfers en de maanden ook in het vet gaan zetten. Ik selecteer alles, ik zet alles in het vet. Ook de jaartallen, hier zie ik echter dat die iets groter zijn. Dus ik kies voor iets groter, grotere tekengrootte. Ik zie ook dat die gecentreerd zijn, dus ik ga die centreren via deze keuzes, centreren. En ik ga die ook in het vet zetten. Voilà. Als ik wil dat de kolommen D, E, F, G een even grote breedte krijgen, dan kan ik die selecteren door op de letters te gaan klikken. Ik selecteer dit, voilà, manueel, of ik klik op D, vervolgens weer de Shift-toets en op G. Ik selecteer daardoor alle kolommen en ik kan die nu manueel een eigen breedte gaan geven. Ik mag kiezen welke kolom ik neem. Ik ga deze 6,57 is goed voor mij. Ik laat los en alle kolommen zullen dezelfde breedte hebben. Ik zie nu dat mijn getallen hier gecentreerd zijn, dus ik ga die selecteren. Dus ik selecteer de getallen en ik centreer ze. Ook onderaan zijn de getallen gecentreerd. Hier ook, dus ik kan ook weer een combinatie van continu en discontinue selectie. Ze staan in het vet, ze zijn gecentreerd en ze zijn iets groter. Voilà. Een volgende opmaak is de opmaak van de titel neerslag.
Ik wens dus nu de titel aan te passen. Ik zie hier Neerslag België staan, waarin in één cel een verschillende opmaak is. Ik klik op de cel Neerslag en ik ga in eerste plaats België toevoegen. Ik kan dit doen door één keer in de cel te klikken en dan hier in de formulebalk België in te tikken. Maar ik kan dit ook doen door te dubbelklikken in de cel zelf. Als ik twee keer klik, kom ik achter Neerslag te staan, spatie België. Enter. Voilà. Om de opmaak van Neerslag en België te doen, kan ik de woorden afzonderlijk selecteren, net op dezelfde wijze. Ofwel doe ik dit door in de formulebalk ook weer het woord te selecteren. Bijvoorbeeld Neerslag is in het vet. Ik dubbelklik op Neerslag en ik zet het in het vet. Als ik nu uit de cel ga, zie ik dat Neerslag in het vet is. België heeft een andere kleur en staat ook in het vet. Dus ik ga nu op een andere manier. Ik selecteer de cel. Ik dubbelklik in de cel of ik dubbelklik zelfs op het woord België en dat wordt geselecteerd. Ik kies hier nu ook voor vet en ik kies voor de kleur van de letter rood. Voilà. Als ik nu uit de cel ga, dan zie ik dat Neerslag België een verschillende kleur heeft. Neerslag België is ook iets groter, dus ik selecteer de cel. Ik maak de lettergrootte een beetje groter. Voilà. De achtergrond van deze cel heeft een bepaalde kleur met een effect. Hoe kan ik dit doen? Een achtergrondkleur doe ik door de cel te selecteren en dan een opvulling te geven. Ik ga hier bijvoorbeeld voor een blauw kiezen. Wil ik echter een opvuleffect, dan vind ik dit niet onder deze keuze, maar ik vind dit onder de keuze randen. Als ik helemaal onderaan ga en ik klik op meer randen, krijg ik een pop-up met een aantal tabbladen, waaronder ook opvulling. En bij opvulling krijg ik de keuzes om een patroonkleur te gaan toevoegen, een patroonstijl en hier opvuleffecten. Wat ik zie in mijn voorbeeld is een opvuleffect. Dus ik klik op opvuleffecten en hier krijg ik de mogelijkheden. Ik kan een arseringstijl kiezen en ik kies bijvoorbeeld voor de horizontale arseringstijl. Oké. Ik klik nogmaals op OK en ik zie inderdaad dat ik nu eenzelfde effect heb bekomen. Wat kan ik nog doen? Hier onderaan de tabel heb ik een tweede tabel waarin ik een aantal formules kan gaan toevoegen. In de eerste plaats wens ik het gemiddelde te bekomen van 2013. Het gemiddelde bekomen is gelijk aan de som van de getallen, die heb ik hier in D15, gedeeld door het aantal getallen zijn, dus de 12 maanden. Dus ik kan hier gewoon een formule gebruiken. Ik selecteer de cel D17. Een formule begint altijd met is gelijk aan en dan zeg ik gewoon de cel D15. Ik klik gewoon in D15 en dat delen we door 12. Als ik nu op enter klik, heb ik het gemiddelde van deze maand. Ik zie dat de opmaak hier zonder decimale getallen is, dus dit zou ik hier ook kunnen wijzigen door de groep getal. En hier kan ik kiezen voor meer en minder decimalen. Als ik drie keer klik op minder, krijg ik inderdaad ook het getal 28. Ik kan dus gebruik maken van een eigen formule. Maar nog gemakkelijker is om een functie te gebruiken. Het gemiddelde is een standaardfunctie dat ik ook kan terugvinden onder de autosom. Hier zie je de verschillende functies. Als ik bijvoorbeeld kies voor gemiddelde, ik ga dit even verwijderen, ik selecteer deze cel en ik zeg nu gewoon geef mij het gemiddelde, dan toont hij mij automatisch de functie is gelijk aan gemiddelde en hij selecteert een aantal cellen. Ik kan dit manueel aanpassen in de formulebalk hier of gewoon door de cellen waarvan hij het gemiddelde moet nemen te selecteren. Dus ik selecteer zelf de cellen die hij moet nemen. Voilà, ik klik op enter en ik zie inderdaad 28. Wil ik nu het gemiddelde voor 2014-2015, selecteer ik de cel rechts onderaan het kruisje zwart en ik sleep naar rechts. En ik krijg het gemiddelde van de drie jaartallen. Ik kan hetzelfde doen met maximum, minimum en aantal. Dit zijn allemaal standaardfuncties die je kan vinden onder de autosom gemiddelde, aantal getallen, max en min.
Ik ga nu bijvoorbeeld dit direct doen voor 2013, 14 en 15. Ik selecteer de drie velden. Ik zeg geef mij nu de autosom en ik kies hier nu voor het maximumgetal, het maximum telkens. En hij kiest mij automatisch het maximum van daarboven. Dit wil ik echter wijzigen. Dus ik ga die D17 wijzigen. Mijn actieve cel is D18 en ik wil dus het maximum van D3 tot en met D14. Ik ga dit manueel aanpassen, dus ik klik in de formulebalk. D17 ga ik verwijderen en ik selecteer D3 tot en met D14 of ik tik het in. Ik kan bijvoorbeeld D3 intikken. Een bereik doe je door een dubbelpunt van D3, dubbelpunt tot en met D14. Open de haakjes en sluit de haakjes. Staat er nog? Als ik nu dit op enter klik, dan gaat dit gebeuren voor D18, maar ik wil het ook voor E en F. Dus ik klik op Ctrl Enter en ik krijg het maximum. Ik kan even controleren. 45 is het maximum inderdaad van deze rij. 48 is hier ook het maximum en 47 is ook hier het maximum. Ik doe nu hetzelfde voor het minimum. Ik ga de formule gewoon zelf manueel intikken. Dus ik selecteer de cellen. Is gelijk aan minimum. Hij toont mij ook al welke functies er bestaan. Ik open de haakjes. Ik selecteer de cellen waarvan hij het minimum mag nemen. Ik sluit de haakjes. Ctrl-Enter. En het aantal kunnen we op dezelfde manier doen. Ik ga nog eens even gebruik maken van de autosom-functie. Dus ik klik hier op autosom. Ik wil nu het aantal getallen. Hij geeft mij als keuze deze drie, maar dat wil ik niet. Ik wil dit, dus ik selecteer deze drie. Enter. En ik kan deze formule ook weer kopiëren naar de twee andere zaken. Als ik hier nu kijk, dan zie ik dat er hier een kleurtje links in de bovenhoek is. Dit betekent een bepaalde error. We gaan even kijken. Als ik dit selecteer, geeft hij mij hier de formule in de cel verwijst naar iets. Dus ik ga hier even op klikken en dan kan je zeggen fout negeren en dan verdwijnen die regeltjes. Zo, dit zal het zijn voor deze video. In een volgende